Dit is volgens mij de eerste keer dat het soms behoorlijk regent. Hoe ervaart u dat? In de aanloop ben je toch wel bezig om te kijken of het verantwoord is om alles door te kunnen laten gaan. Maar ja, hardlopers lopen vaak wel door. En dus op een gegeven moment zag het eruit dat het wel alleen maar nat was. En dan denk je van ja, we zijn goed voorbereid en dan moet het ook gewoon doorgaan. Mensen worden dan naar beginpunten van wandeltochten gebracht. Deze mensen gaan 10 kilometer lopen. Er zijn een aantal bussen weg voor mensen die 5 kilometer lopen. Hoeveel kilometer gaat u rijden? We rijden allemaal vandaag. Alle routes. Ga je ook hardlopen? Ga je hardlopen, Suzette? Nee, hè? Ga je hardlopen? Ja! Kom op, dames! Kun je het nog volhouden? Heel goed. Mooi zo. Niet zo lang geleden zag ik u met een stok lopen. En nu wilt u de 10 kilometer doen. Ja, dat is de beste manier van die stok af te komen, denk ik. Hè? En ook blessures moeten ook weer doorlopen, weer wat hersteld worden. Dat moet je wel voorzichtig aandoen. Maar als je dat zo doet, dan heb je alweer succes, denk ik. Ik loop op zondagochtend altijd hard eigenlijk. En ook 5 kilometer, ongeveer. Dus ik heb me niet speciaal voorbereid. Maar wel op vrijdag niet hard gelopen. Dat doe ik anders op vrijdag ook. U heeft zich gespaard? Ja, dat wel, ja. And the tarpaulin was warm.